Welkom terug bij Café Tinto, aflevering 483. We praten zo over de Papoea's, de vergeten Papoea's. En straks het verhaal van Sabahat, hoe zij tot geloof kwam. Eerst kijken we even naar een foto die onherkenbaar is en in 30 seconden zich herstelt. En ik ben heel nieuwsgierig of jullie weten wat je op die foto ziet. En daar hangt een nieuwsbericht bij. Nou, hier kunnen we nog niks van maken, hè? Maar nee. De foto herstelt zich langzaam. Is het de keukenhof? Het is een mens, volgens mij. Een mens? Oh ja. Ja, ik zie het. Dat is Cameron. Dat is Cameron. Ja. Heel goed uit. Daar heb je hem. Ja, die had ik bijna als nieuwsbericht willen kiezen. Ja. Ja. Ja, nou, het nieuwsbericht. Wat is, Aad, wat is het nieuwsfeit? Nou, waar had hij het ook weer over? Volgens mij ging het over... was niet iets met abortus, maar dat ben ik eerlijk gezegd kwijt. Het was een paastoespraak die hij heeft gehouden. Ja. Daar wilden wij het over hebben. Oké. Okay. Hij heeft in zijn paasboodschap gezegd dat Groot-Brittannië moet opstaan tegen de vervolging van christenen. Ja. En hij heeft zelf ook gezegd, ten overstaan van de kerkelijke leiders, dat het christelijk geloof van kracht is, van grote kracht is als moreel kompas. Mm. En hij heeft hele persoonlijke, duidelijke uitspraken gedaan. Ja. En daar is niet iedereen even blij mee, want ze vinden dat een premier moet gewoon neutraal blijven. Ja. Maar hij heeft gezegd, het christendom is de meest vervolgde religie ter wereld. Ik denk dat Groot-Brittannië een hoofdrol kan spelen om wereldwijd meer aandacht te vragen voor het lot van vervolgde christenen. Ja. Zo'n duidelijke uitspraak hebben we lang niet gehoord. Is dat verrassend, Aad? Ik vind het van een politiek leider heel verrassend, zeker in de Nederlandse context, waarin we altijd maar zeggen van we hebben scheiding van kerk en staat, maar men maakt ervan een scheiding tussen geloof en staat. He, alsof een politicus niet van zijn, over zijn eigen overtuiging mag spreken. Dat doen de liberalen ook, doen de socialisten ook. Waarom zou een christen niet mogen zeggen van ik spreek vanuit de Bijbel? Ja. Dus ik vind het heel opmerkelijk en heel verheugend ook. Ja, hij heeft het zelf zo persoonlijk gemaakt. Een van zijn kinderen is jong gestorven en daar heeft hij ook weer iets over gezegd. En zo. Daarbij vertelde hij over hoe belangrijk het geloof voor hem is geweest in die moeilijke tijd. Ja. Dus zou onze minister-president Rutte ook wat makkelijker erover mogen spreken? Nou, dat hoop ik. Ja? Want ik zie nooit van Nederlandse politicus dat ze over geloof praten. Alsof het taboe is, zeg maar. Ja. Ja, we hebben het zo keurig gescheiden gehouden. Politiek en geloof. Is dat een gemiste kans? Wil, hoe kijk je er tegenaan? Ik heb het idee dat politici soms zichzelf geweld aandoen door dat een beetje onder het vloerkleed te houden. In plaats van zich goed te uiten vanuit welke hoek ze iets bekijken of beleven. En natuurlijk moet je het met wijsheid doen, dat je mensen niet tegen elkaar opzet. Daar gaat het niet om. Ja. Of dat je niet superioriteit uitademt. Van, nou, ik heb dus de beste visie en de 10 of 20% die anders denkt dan ik. Dus het moet met wijsheid. Maar dat het allemaal wat integerder en wat natuurlijker mag, dat vind ik wel, ja. Ja, je mag best ook een stukje van jezelf laten zien, van je persoonlijke geloofsleven. Ja. Ja. Goed, het ging dus over de Britse premier David Cameron, die in zijn paasboodschap heel duidelijk liet zien waar hij zelf staat in zijn geloof. Heel wat getwitterd in deze wereld en we pakken een paar zinnige tweets uit. Kees Kraaienoord, hij stuurde de volgende tweet. Palmzondag, de week van kruisig hem werd ingeluid door Hosanna. Jezus aanvaarde beide. Voor ons de genade, voor hem alle eer. Het is een kort preekje eigenlijk, hè? Wat Kees Kraaienoord hier neerzet. Hoe beleven jullie zelf deze week? Het wordt door sommigen als de stille week beschreven. De week voor het lijden en sterven. Ik vind de omschrijving de goede week ook heel mooi. Dus iets kan heel... heel erg ingrijpend zijn. En we denken dus aan het lijden van Christus dan nu. Ja. Hè? Met Pasen als slot. Maar dat het toch een goede week was. En,
Dat vind ik eigenlijk een hele mooie omschrijving. Ja. En dat brengt Kees ook onder woorden. Ja, dat heeft hij heel goed gedaan. Ja. Ja. De moeite waard dus om te retweeten. Jente, het is Palmzondag vandaag en de Goede Week staat voor de deur. Dat weet geen kat, maar Paasmaandag kennen we wel als we verlof krijgen. Dat kent geen kat. Of dat weet geen kat. Ja, het is Palmzondag. Hoeveel mensen weten wat Palmzondag is? En hoeveel mensen zouden nog weten waar Pasen over gaat? En toen ik net tot de bekering kwam, wist ik dat niet eens. Nee? Ik moest al de feestdagen leren, want ik kende dat allemaal niet. Ik wist wel dat Heer Jezus gekruisigd is, maar ik moest dat allemaal nog leren, hoe dat in elkaar zit. Maar je had al wel meegekregen dat er Nederland Paasfeest werd gevierd. Ja, maar ik wist niet wat dat was. En wat had je opgevangen? Als je in de winkels komt, dan zie je natuurlijk van alles. Paashazen, ja. Eitjes, veel gele kleuren. Ja, ik vroeg me dat eigenlijk niet af. En toen ik tot bekering kwam, had ik mensen gevraagd, wat betekent het eigenlijk? Ja, van iedereen krijg ik andere uitleg. Ik dacht, ja, ik hoef het niet per se te weten wat die eitje betekent. Dus als het maar om Jezus gaat, dacht ik. Want ja. Ik krijg verschillende uitleg over die eitjes. Ja, vandaar. Dus laat de eitjes maar zitten. Ja, daarom. Voor jou is het ook Pasen zonder paaseitjes. Ja. Ja. Het volgende Twitterbericht van Fijne Zondag, die stuurt Palmzondag van Hosanna naar Kruisigem in 10 minuten. Zo snel slaan meningen in het dagelijkse leven ook om. Dat vind ik eigenlijk wel een beetje een... Ja, zo snel kan de menigte van mening veranderen. Eerst werd er nog Hosanna geroepen en diezelfde monden riepen korte tijd later Kruisigem. Ja. Zijn wij daar ook toe in staat? Volgens mij wel. Ja? Ja, ik denk dat we ontzettend beïnvloedbaar zijn. En dat als 9 mensen iets roepen, dan ga je als 10e dat ook doen. Dat vind ik heel eng. Heel ja. Eng. Ja. Dus ik vind het ook een van de dingen die me steeds eraan herinneren om te proberen goed kritisch na te denken van wat ik doe, zeg, roep, mee meeloop. Sta ik daar echt achter? Je bent zo beïnvloedbaar als mens. Ja, niet zomaar klakkeloos meelopen in de grote groep. Ja, de massahysterie is toch heel, heel sterk. Ja. Ook als christen? Ja, dat geloof ik zeker. Ja. Ja. Dus niet zomaar weer een van de leider of trend nalopen. Nee, nee. Ook nee, want hier waren wereld. Ook mensen die God zochten, God dienden ja. op hun manier. En toch riepen, weg met hem, geef ons maar Barabbas. Maar dit had natuurlijk ook te maken met het feit dat ze een andere Messias verwachten. Ja. Jezus was toch als een koning in Jeruzalem binnengekomen. Palmtakken op de weg en... Maar dan wordt hij gegeesteld en gemarteld aan het kruis. Ja. En denken ze, ja, maar zo'n Messias. Ja. Hadden zij meer een politieke invulling verwacht? Pardon? Waarschijnlijk hadden ze meer een politieke invulling verwacht. Iemand die de macht een politieke bevrijder verwacht. Ja, weg met de Romeinen. Ja, de discipelen tot vrij lang ook nog. Ja. En dat was natuurlijk een enorme overgang. Ja, die dacht aan ministersposten. Ja, precies. Ja. Daar maakten ze een ruzie over. Ja. Terwijl de Heer Jezus, dat is merkwaardig, herhaaldelijk had gezegd, ik zal sterven en weer opstaan. Ja. Zo dicht kunnen bijstaan. Ja. Zo dicht kunnen bijstaan. Ja. Zonder het toch verkeerd scherp te hebben. Ja. Als u wat te twitteren heeft, bijvoorbeeld over deze uitzending, gebruikt dan hashtag Café Tinto. En wilt u ons volgen, dan is dat apenstaartje FAM7. We gaan het hebben over de Papoea's. Voor de ouderen onder ons zal dat ongetwijfeld bekend zijn. In de jaren 50, jaren 60 werd er nog wel voor gecollecteerd op scholen en in kerken. En onze zendelingen gingen er massaal, mag ik zeggen. Ja. Ja. Dat was toch wel een van onze gebieden waar we ons op richten. Ja, bepaalde kerkelijke denominaties waren er heel sterk vertegenwoordigd. De missie was er natuurlijk, maar ook het waren vooral, dacht ik, de gifmeerde gemeenten. En de vrijgemaakt gifmeerde, die ik ben nu in februari ben ik 3 weken daar in dat land geweest. En de gevolgen, het resultaat van dat werk heb ik ook mogen zien. Waarom koos men voor de Papoea's toen? Het was natuurlijk een gebied dat
vroeger bij het Nederlandse koloniale gebied hoorde. Wij waren bestuurders over Indië en daar behoorde Papua bij. Hm. En toen we India hebben overgedragen aan de, laten we zeggen aan de Indonesiërs, werd Papua daarvan afgezonderd. Op de een of andere manier. En Nederland had altijd nog de indruk van wij moeten die Papua's. Het was natuurlijk een heel achtergebleven volk, maatschappelijk. En ja, je zou kunnen zeggen, ze kwamen uit het stenen tijdperk nog. Wij moeten dat volk opleiden tot zelfstandigheid. Want het zijn heel andere mensen dan Javanen en de inwoners van Celebes en Borneo. Het zijn meer negroïde mensen. En terwijl de Javanen zijn meer Aziatische bevolkingsgroepen. En toen dachten de kerken natuurlijk van ja, we hebben daar nog een mogelijkheid om die mensen die uit het stenen tijdperk komen naar Christus te brengen. Dus vandaar dat dat gebied werd gekozen onder meer. Ja, dus we hebben er heel veel energie in gestoken, jarenlang. Ja. En dan is het in de jaren 60 het moment dat we zeg maar afscheid moeten nemen. Ja. Het was natuurlijk de tijd van de Koude Oorlog. Het ging tussen Amerika en Rusland. Indonesië onder Sukarno zat een beetje in het midden. En in Washington en Moskou wilde men graag dat hele grote gebied. Het is natuurlijk een enorm eilandenrijk en heel rijk aan mineralen enzovoort. Wilde men aan zijn kant hebben. En Sukarno heeft altijd gezegd, ja, Papua hoort wel bij ons. Van Sabang tot Merauke. Merauke is het uiterste plaatsje daar in Papua, helemaal aan de oostkant. En die ging toen militair dreigen. Die bewapende de mensen, trok ook Russische militairen aan. En die dreigde toen Nederland met een aanval. En ja, om een lang verhaal kort te maken. Nederland kwam onder geweldige Amerikaanse druk te staan om dat gebied af te staan. Want Kennedy, John F. Kennedy was toen de president van Amerika. Die zei van ja, we moeten dus Indonesië niet kwijtraken. En als jullie halstarrig blijven in Nederland, dan gaat Sukarno naar de Russen toe. En die gaan wapens leveren enzovoort. Dan raken we Indonesië kwijt. Dus Nederland moest door de bocht. Is toen akkoord gegaan met een plan waarin gezegd werd, nou, de bestuur dragen we over aan Indonesië. Dat was in 1962. En na 7 jaar, maar dat was ook een beetje vaag geformuleerd, mogen de Papua's zelf beslissen bij wie ze willen horen. Nou, Nederland, dat was uitgesloten. Maar willen ze bij Indonesië horen of willen ze zelfstandig worden? Nou, toen was het 1969 en daar ben ik vrij intensief bij betrokken geweest, ook via allerlei activiteiten. Kregen die Papua's niet eerlijk de kans om te beslissen, want die Indonesiërs die kozen toen ongeveer duizend Papua's uit. En met het mes op de keel zeiden ze toen in feite tegen die Papua's, jullie moeten voor Indonesië kiezen. Ja, en dan kregen ze de uitslag van 100% van de Papua's kiest voor Indonesië. Ja. En toen was het, ja. Niet geloofwaardig dus. Wat was het belang dan? Zaten daar allerlei grondstoffen? Precies, het is nationalisme. Ja. Dat gebied heeft eens ook bij het koloniale gebied gehoord. Dus wij willen dat ook hebben. Het moet ook zelfstandig worden onder Indonesische vlag. En B, de grondstoffen, hè, goud, nikkel, noem maar op, olie. Momenteel zitten er allerlei multinationals, die zijn daar zeer actief. En ja, die goudwinning en koperwinning, dat levert enorme winsten op. En dat zal Jakarta nooit afstaan. Nee. Hebben de Papua's ooit iets van gezien? Heeft hen dat ook nog een beetje rijk gemaakt? Het grote probleem is dat onder de opvolger van Sukarno, Suharto, is er een soort roofkapitalisme op gang gekomen ten aanzien van die Papua's. Allerlei Amerikaanse, Japanse ondernemingen werden welkom geheten en die mochten dat gebied ontginnen. De winsten gingen dan naar Jakarta toe. Later is dat afgezwakt en heeft Jakarta natuurlijk ook gezegd, ja, die Papua's hier moeten we ook ontwikkelen. Dus er gaat heel veel geld wel, gaat er wel naar Papua toe. Maar er is geen enkele controle hoe dat geld besteed wordt. Dus wat ik gezien heb is de gezondheidszorg, het onderwijs is buitengewoon achterop geraakt vergeleken met de Nederlandse inspanningen. Omdat er is wel genoeg geld. Maar ja, de mens is de mens. Wanneer je veel geld krijgt en je kan het zelf besteden en er is geen controle op hoe je het besteedt, dan word je al heel gauw corrupt. Het zijn hele sterke benen die de wilde kunnen dragen. En dat is ook dat geldt voor Javanen en dat geldt voor Papua's, dat geldt voor Nederlanders. Het zijn net gewoon mensen. Het zijn net gewone mensen. Maar ja, het probleem is natuurlijk dat onder Suharto er een massale transmigratie op gang gekomen is. Toen Nederland afscheid nam van de Papua's, leefden er ongeveer 800.000 Papua's in Papua. We hebben het dan over het westelijk gedeelte van Nieuw-Guinea.
Nu zitten er ongeveer 2,8, 2,9 miljoen mensen waarvan de meerderheid niet Papua is. Dat zijn dus mensen uit Java, uit Borneo, uit Celebes. Dat zijn a, cultureel heel andere mensen, zijn etnisch heel andere mensen, zijn religieus andere mensen. En het zijn mensen die meer ontwikkeld zijn wat de handel betreft. Dus die Papua's die worden naar de marge van de samenleving gedrongen. Men zegt wel eens over een jaar of 20 zijn het de Indianen van de Verenigde Staten. Dan worden ze ook in een reservaat gestopt mogelijk. Zo erg is dat nog niet, want wanneer je in Jayapur en Wamana en Merauke komt, dan loopt het allemaal door elkaar heen. Maar ze spelen nauwelijks een rol in de economie. Hen is een mate van zelfbestuur beloofd. Daar komt ook heel weinig van terecht. En wanneer er al Papua's in de top komen, ja, vanwege die ellendige geldbusiness worden ze vaak ook corrupt. Wat doet dat met de Papua's zelf, met die bevolkingsgroep? Ja, daar moet een heel genuanceerd antwoord op geven. Ja, Papua's die profiteren van het systeem. Maar de meerderheid van de Papua's die, en eigenlijk hebben ze dan weinig inzicht in de internationale verhoudingen, maar die hopen eigenlijk dat Nederland nog eens een keer actie onderneemt bij de Verenigde Naties om ze alsnog een eerlijke kans te geven om zich uit te spreken over de toekomst. En misschien nog zelfstandig worden? En dan ben ik ervan overtuigd dat 95% of meer zou kiezen voor zelfstandigheid. Want als ik er kom en ze merken dat ik Nederlander ben, dan zeggen ze waar de Nederlandse maar terug. Niet dat Nederland alles goed heeft gedaan, maar vergeleken met de huidige situatie is het is echt. Ik vind de situatie dramatisch op Papua. En het meest dramatisch vind ik dat toch dat in 1962 de toenmalige premier De Kwai heeft gezegd tegen die Papua's voor Radio Nieuw-Guinea: met pijn in het hart nemen we afscheid. Ons gebed volgt u. We zullen u blijven in het oog blijven houden. Onze beste wensen volgen u. Als u uw best doet, dan zal het u goed gaan, zei hij ook nog. En we zijn de Papua's eigenlijk vergeten. Ja. Eigenlijk zijn we als Nederland de Papua's vergeten, terwijl we terecht onze druk bezighouden met Afrika, met de Centraal-Afrikaanse Republiek, met Syrië, met Afghanistan, met Irak. Ik vind het prima, het moet ook, want we zitten niet zo in de wereld. Maar je zegt, dit kan niet. Dit kan niet. We zijn historisch met die mensen verbonden. We hebben beloften gedaan, dus we zijn ook moreel met die mensen verbonden. Ja. Een verzachtende omstandigheid is natuurlijk dat Indonesië het verbiedt aan buitenlandse journalisten om binnen te komen. Dus ja, dat is helder. Ja. Ja, dat zegt iets. Je bent er net geweest. Je kunt daar niet zomaar naartoe heen. Of je moet als toerist erheen om het een en ander te bekijken. We kijken even naar een paar foto's die je hebt meegenomen. Wat zien we hier? Hier zien we een vrouwenmarkt in Jayapura. Jayapura is de hoofdstad. Ik zei al dat een van de grote problemen is dat de meeste Papua's kunnen economisch niet op tegen de handelsgeest van de transmigranten. Van de mensen die uit andere delen van Indonesië komen. Na veel geworstel en na veel gepraat en druk is er in Jayapura een markt ingericht alleen voor Papua-vrouwen. En er zijn verschillende Nederlandse organisaties die helpen dan met microkredieten. Dan zie je een vrouw die trots bijvoorbeeld zo'n klein marktje laat zien waar ze haar producten kan verkopen. En ze krijgt dan wat geld om dat zaakje op te zetten. En ze wordt tegelijk begeleid van hoe verkoop je nou? Hoe breng je die mensen, hoe breng je je producten aan de man? En dat is buitengewoon goed. Maar kijk, de autoriteiten die hebben eigenlijk niet, liever niet dat die Papua's zich als Papua opstellen. Dus er is enorme druk om er ook andere mensen toe te laten. Maar ik denk dat het een uitstekend initiatief is, omdat een van de weinige dingen die wij kunnen doen voor die Papua's, en dan is het toch op kleinere schaal, om die mensen zelfbewust te maken, zelfvertrouwen te geven en in die zin op te leiden dat ze weer tegen die transmigranten op kunnen, economisch. Ja. We kijken nog even naar de volgende foto. Ja, dat is een heel bijzondere foto. Dit is een foto die gemaakt is vlakbij het vliegveld van Wamana. Wamana ligt helemaal in het midden van Nieuw-Guinea, van Papua. En daar hebben de Papua's een enorm Jezusbeeld op gericht. Nou, hoe je daar verder ook over denkt, of het mooi is ja of nee. Maar het typeert de religieuze situatie in Papua. Ik dacht dat ongeveer 80-85% van de Papua's zegt, ik zelf ben christen. Men beschouwt zich dus als christen. De meerderheid is protestant, de minderheid is katholiek. Maar een van de gevolgen van die enorme transmigratie, je weet dat Indonesië voor het merendeel moslim-islamitisch is, is dat straks de meerderheid van de bevolking van Papua islamitisch is. En ik denk dat je
politiek, burgerlijk gezien, heel goed met elkaar moet omgaan. Maar je weet ook dat er in de wereldwijd, en ook in Indonesië, zijn er hele radicale islamitische groepen. Ja. Die haast met een soort heilige oorlog proberen andere mensen te bekeren. En dat dreigt dan straks ook in Papua. Ja, dus ja, dat belooft niet veel goed. Nee, dat belooft niet veel goed. Ook dit punt niet. Nee. Nee. Dan hebben we nog één foto. Ja, dat is het zomaar een Papua-vrouw langs de kant van de weg. Die heeft een de morningstar, de morgenster van Papua gebreid. En de morgenster is de vlag die typeert de onafhankelijkheid. Toen Nederland daar nog zat, hebben we een nieuw Guinea-raad opgericht met de gedachte van dat wordt straks het toekomstige bestuur. En hebben die Papua zelf een vlag ontwikkeld. Mm-hmm. Deze vlag is ontwikkeld door Marcus Crescepo. De oudere mensen zullen zijn naam misschien nog herinneren met Nicolas Jouwe. Maar die mag niet meer gehesen worden. En doe je dat toch, dan ga je linea recta naar de gevangenis. Rechteloos ben je in feite en dan word je gemarteld of zelfs geëxecuteerd. Ja. Nou gaan jullie 15 mei aanstaande met een burgerinitiatief richting de Tweede Kamer. Er zijn nog handtekeningen nodig, hè? Ja, een burgerinitiatief houdt in dat als je 40.000 handtekeningen hebt... En er zijn er nu 30.000? 40.000. Ja, 40.000. En zijn er nu 30.000? Er zijn er nu 20.000. 20? Ja. Maar we zijn ook niet zo lang begonnen nog. Nog niet zo lang bezig. Maar dan dwing je de Kamer dus te spreken over, in dit geval de kwestie van de Papua's. En we hopen dat we daardoor de druk op de Nederlandse regering wat toeneemt om vanuit Den Haag wat meer druk op Jakarta uit te oefenen. Dat ze in ieder geval rekening houden met de mensenrechten van die mensen. Want het is een vergeten volk en straks is het een verdwenen volk. Ja. Als mensen willen tekenen, kunnen ze naar papuahuis.nl? Ja. Ja. Oké, dus bij deze warm aanbevolen. Warm aanbevolen, ja. Om daar te tekenen. Dank. Als u de petitie wilt tekenen en u zegt, nou, ik wil meedoen aan het burgerinitiatief, dat is het namelijk, ga dan naar papuahuis.nl. Aad, wat is jouw gebedspunt voor de kijkers? Ik zou tig gebedspunten kunnen noemen, maar ik denk dat het heel erg actueel is. Laten we bidden, er komen later dit jaar verkiezingen in Indonesië, dat er een nieuwe president komt, dat er een president wordt gekozen die oog heeft voor de nood van dit volk. De Bijbel is er vol van dat God barmhartig is, juist tegenover de mensen die naar de marge van de samenleving worden gedrongen. En het zou toch een zegen zijn voor die Papua's wanneer er een president komt die daar, dan hoeft hij nog geen eens christen te zijn, maar die daar gevoel voor heeft. Dat het God gaat, dat het Allah gaat om ja, de minder bedeelden, de armen, de mensen die in de hoek zitten waar de slagen vallen. Oké. De gebedspunten die worden genoemd in deze uitzending, straks tegen 11 aan het eind van de uitzending, zet ik ze nog even voor u op een rij. Dan gaan we naar het gastenboek. En de gasten van vorige week hebben een vraag voor jullie bedacht. Willem de Vink, de schrijver, tekenaar. Jane Lassonder, die haar persoonlijke verhaal vertelde. En Erik Bakker stelde de vraag. Wat betekent genade voor je? Ja, voor de hand liggende vraag van Willem de Vink. Die heeft heel het boek over genade geschreven. Wil, wat betekent genade voor jou? Hoop. Hoop. Ja. Ja, ik denk dat ik anders heel erg steeds afwegend zou leven van waar sta ik in de ogen van God? O heden, nou doe ik iets fout. En dus met mezelf bezig, wat me zou remmen. En terwijl ik weet dat genade is gratis en daar kan ik wat mee. Ja. Dus ja, het is voor mij een enorm bevrijdende, hoopvolle gedachte, maar ook feit. Ja. Ja. En het geeft ook rust. Ja, zeker. In om te ontplooien. Ja, ja. Mooi. Sabahat, genade? Ja, dat is motivatie om beter te leven. Om te leven zoals God het voor mij wil. Bijvoorbeeld als ik besef dat hij mijn zonden vergeeft, dan heb ik meer motivatie om echt voor hem te leven zoals hij het wil, zeg maar. Het is gratis zoals ze dat zei. En daar wil je ook iets voor terug doen uit liefde. Ja, precies. Ja. Ja. Het zet je in actie, ja. De genade. Om ja. Iets ook terug te doen, terwijl God daar niet om vraagt, terwijl hij gratis geeft. Maar ja. Toch wil je het. Ja. En Aad, genade? Ja, het eerste woord wat mij te binnen schoot was alles. Genade is alles. Ik bedoel, ik ben zeer onder de indruk gekomen van de heiligheid van God.
En als je jezelf kent, dan weet je dat je zelf allerminst heilig bent. Dus zondag nader ben je nergens. Dus met genade ben je bij God alles. Ben je zelfs geliefd. Ik vond het heel mooi wat Sabah had zei. Genade zet de mensen ook in beweging. Hè? Genade komt nooit alleen. Er komt ook een stuk heiliging in mee. Van, als je van iemand houdt, dan wil je graag plezier doen. Als je van God houdt, dan wil je graag leven. Ja, dat hij daar plezier in heeft. Ja, ja, dat vond ik heel mooi. Ja. Genade, wat betekent het voor je? Dan is nu de opdracht bij jullie om een vraag te bedenken voor de gasten van morgen. Manuel Hazeleger heeft een film gemaakt over inspirerende christenen wereldwijd. Hoe zij hun geloof handen en voeten geven. Het is een hele mooie film geworden, documentaire. En daar gaan we morgen met hem over praten. En morgen het persoonlijke getuigenis van Dave van der Venen. Hij heeft beenmergkanker en zit midden in de behandelingen. En voor deze mensen mogen jullie een vraag bedenken. Dus succes, ik geef jullie het boek en de pen. Wij zijn er zo na de reclame weer. Blijf kijken. Tot zo.